eerste morgen werd er op de deur geramd. Het was de burgemeester en hij riep: dit is een ramp! We moeten kamerbrussen! Ik kan ondertussen ook de regisseur tot hier komen. Voilà, ze komt er. Ik heb nog nooit een toneelstuk gezien waarbij dat er letterlijk werd gewerkt met een witte canvas, witte kleren en gewoon we besmeuren dat allemaal. En ik vroeg me af van waar dat kwam. Ja, ik vond het zo heel maagdelijk wit zo eigenlijk. Alles is zo maagdelijk wit, hè? 7 bomen, 7 emmers, 7 dames. En de kleren ook. Het gaat dus in het begin, is ze redelijk onschuldig, maar is haar bestaan ook heel leeg, heel wit, heel clean. En ze wil iets anders. En aangezien er geen ruimte is om het op een positieve manier te doen, wordt alles gruwelijk. Ja, ik vind heel mooie beelden. Je moest er wel zo over nadenken. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat moet uitleggen. Als, na de voorstelling was ik echt zo aan het zitten van... Wow, even... Ik moet het even laten bezinken, want... Ik vond het echt heel zalig. Ik heb nog nooit iets van Macbeth gezien. Ik wist er ook niks van voor dit stuk. Dus om het zo levendig en recht in je gezicht te krijgen, ja, dat vond ik echt goed. Ik heb er te volle van genoten en heb nooit zoiets gezien. Ik vond hun uitbeelding van een man echt wel on point. Ik vond het zeer grappig. Er waren zeer grappige elementen in verwerkt. En ik weet niet, zo de feministische steek die ze eraan hebben gegeven, vond ik nog wel zo zeker goed overgekomen. Dat is enorm chockerend. Ja, inderdaad, maar toch had ik alles goed door. Dus dat vond ik ook wel fijn.